Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een Het is alweer de eerste van de maand en dus weer tijd voor de serie Interessante aandelen waarbij we gaan kijken van is een bepaald aandeel op dit moment interessant te kopen tegen de huidige koers. In de video van afgelopen maandag daar heb ik het gehad over een soort bedrijf, een type aandeel waar ik zeer geïnteresseerd in ben en wat ik zeker ook probeer te gaan kopen wanneer het interessant geprijsd is. Tijdens een volgende correctie of tijdens een volgende crash, bijvoorbeeld. En dat ging dan over bedrijven die we noemen scale economy shared, eigenlijk het gedeelde schaalvoordeel. Waar zowel, uh, waar zowel de klant als het bedrijf van profiteert. En in die video's of onder die video moet ik eigenlijk zeggen, stond ook een reactie van: ja, ben ik dan niet de markt aan het timen als ik het wel een interessant aandeel vind, maar nog niet op dit moment wil kopen? En ik denk dat dat niet het geval is, omdat ik eigenlijk gewoon weet dat tegen de huidige koers ik niet mijn gewenste rendement kan halen. Daarvoor moet de koers nog dalen om dat wel te kunnen doen. En er stond ook nog een reactie van: uh, waarom? Ben ik hier naar aan het kijken hoe doe ik mijn onderzoek en wat is dan wel de koers die ik interessant vind? Nou, dat wil ik juist gaan bekijken in deze video voor beide aandelen. Dus laten we snel beginnen. En beginnen we dan bij Costco en pakken we de laatste kwartaalcijfers. En dat zijn de cijfers van eind vorige maand. Eind mei zijn deze cijfers. Dan zien we dat de net sales, de omzet, is dus eigenlijk in het kwartaal met 16,3% is toegenomen naar 51,6 miljard. En hieronder zien we ook een duidelijker overzicht. Het gaat hier over comparable sales. Dat wil zeggen dat je eigenlijk uh, de winkels van dit jaar gaat vergelijken met die er vorig jaar ook al waren. Je kunt natuurlijk ook nieuwe winkels openen. Dan kun je makkelijk omzet erbij pakken. Maar je wilt juist weten hoe die bestaande winkels, hoe die het in een jaar tijd hebben gedaan. Kijken we naar Amerika. Zo'n 16,5% erbij. Adjusted kan ooit zijn voor feestdagen dat er zijn geweest. Uh, dat je net andere openingsdagen hebt gehad. Dat geeft in ieder geval een, ja, een vergelijkbaar beeld. Maar laten we even kijken naar gewoon de twaalf weken. 16%. In Canada ook bijna 16%, of net iets meer dan 15%. Het totale bedrijf bijna 15%. En e-commerce neemt ook nog toe met zo'n 7,5%. Dus je ziet in ieder geval dat het bedrijf ook in de bestaande winkels nog steeds weet te groeien wat betreft omzet. Kijken we vervolgens naar de resultatenrekening, dan kunnen we iets meer ja, te weten komen over hoe die omzet of hoe die winst uiteindelijk tot stand komt. Zoals gezegd, 51,6 miljard aan omzet in de eerste 12 weken. Laten we die. Weer even aanpakken, voor, uh, even bekijken, laat ik zo zeggen. De membership fees, waar we toen ook al even over hebben gehad, dat is een belangrijk deel van de winst, uiteindelijk ook bijna een miljard. Dat komt uiteindelijk op 52,5 miljard. Dan gaan daar de kosten van af, van de, de goederen die ze verkopen. Uh, personeel, alle andere kosten, zo'n 4,5 miljard, blijft er 1,8 miljard over. Oftewel, zoals ik al zei, iets meer dan de helft komt uiteindelijk uit hun memberships. Daar wordt natuurlijk nog. Rente overbetaald, belastingen overbetaald. En dan blijft er uiteindelijk zo'n 1,35 miljard over uh, aan echte winst. Dat komt neer op iets meer dan 3 dollar per aandeel. Maar laten we vervolgens ook het bedrijf het aandeel gaan bekijken op beleggertools. De website die ik heb gemaakt. Juist om een aandeel te, te analyseren. Uiteindelijk ook te waarderen. We uh, beginnen met het overzicht. We zien dat het iets meer dan 200 miljard dollar waard is op de beurs. Dat de koers afgelopen 52 weken. Iets boven de 600 euro heeft gestaan, of 600 dollar heeft gestaan, maar ook iets onder de 380 dollar. Dat is een behoorlijk verschil. Ook zij hebben zeker te maken gehad met de flinke correctie een paar weken geleden dat het was. PE-ratio op dit moment 37, een return on equity van in de 30%, dus dat ziet er wel goed uit. Laten we ook vooral even gaan kijken naar de checklist. Op 12 punten zien we dan een aandeel, hoe het daar een beetje scoort. Nou, zelf ga ik altijd voor een PE-ratio van onder de 21%. Of een price-to-free cash flow van onder de 21. Nou, dat halen we beide niet. Beide gevallen is het eigenlijk verdubbeld. Geeft ook aan waarom ik het aandeel nu niet interessant vind om te kopen. Deze twee geven eigenlijk gewoon aan dat het te hoog gewaardeerd is. Dat het te vaak de winst per aandeel wordt betaald om het aandeel nu te bezitten. Wat opvalt meteen is het dividend. Dividend is groter dan de free cashflow... en dat is dus negatief. Je wilt zorgen dat je eigenlijk de free cashflow die je hebt... niet volledig kwijt bent aan dividend, aan andere dingen... maar dat je ook geld daarvan overhoudt. Het is denk ik wel iets om naar te gaan kijken... want dit is niet wat je vol kunt houden. Je kunt niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Dus we moeten zeker even gaan kijken of dit eenmalig is... of dat dit al langer het geval is. De wijzigingen in aandelen... Er komen meer aandelen bij jouw aandelen die je hebt, worden dus verwaterd. Maar wel met 0,7, 0,8% in de laatste vijf jaar. Dus dat valt wel mee. Mogelijk gewoon ja, vanwege corona, vanwege de hoge koers. Dat ze hebben gedacht: laten we toch maar wat aandelen extra uitgeven. Of het zou ook gewoon zo kunnen zijn dat deze aandelen worden uitgegeven als bonus aan het topbestuur, aan werknemers misschien wel. Dus het, niet zozeer om geld op te halen, maar meer om je eigen personeel te belonen. Kijken naar de omzetgroei de laatste vijf jaar, 50% erbij. De winstgroei is harder geweest, dus dat is positief. Meer winst naarmate de omzet verder toeneemt. De free cashflow met 27%. En dan zien we hier wat tegenvallen, de netto winst. Ik zeg altijd boven de 10%. Maar je moet wel kijken naar wat voor type bedrijf is het. Costco is een bedrijf dat het vooral moet hebben van de volumes. Um, dat heb ik ook in die video van vorige keer verteld... Ze zeggen daar ook van, ze kopen iets in en voor ja, maximaal 15% zetten ze erop. Dat is hun winstdingen uh, uiteindelijk. Ze moeten dus niet zozeer hebben van de marges die ze maken, maar juist de combinatie van de lage marges met een groot volume zorgt er toch voor dat ze winst maken. En onder andere is ook de lidmaatschappen die ze verkopen, de klantenkaarten eigenlijk. Dus uh, in ieder geval een punt om op te letten. Ik vind het niet per se negatief, maar wel goed om dat mee te nemen in ieder geval. Schuldratio onder de ene is goed. Um, schuld van de free cashflow eigenlijk ten opzichte van de free cashflow uh, iets meer dan twee jaar tijd zouden ze de hele schuld kunnen afbetalen. Moet je natuurlijk niet je schuld gebruiken om ook tegelijkertijd dividend uit te keren. Ook altijd belangrijk om te kijken. Ze kunnen het makkelijk de interestkosten betalen. En de return on invested capital is ver boven de 10% die we willen. Bijna 24%. Ze betalen ook dividend uit. Dat was zo'n 3,27 afgelopen jaar, komt neer op zo'n 0,7%. En de jaarlijkse dividendgroei in de laatste vijf jaar was bijna 12% per jaar. Dus het groeit behoorlijk. En zeker. Als dit nu al boven de 100% is, ja, kun je deze groei niet volhouden, je kunt niet verder groeien. Dus laten we daarom ook eerst even gaan kijken naar die cijfers. En dat is vooral dan eigenlijk naar de cashflow statement. Want als we daar naar beneden scrollen, dan zien we het dividend. En ik moet hem denk ik even op de jaarcijfers zetten. Gaan we dan naar beneden, dan zie je dat de cashflow uit financiering. Nee, hier het dividend. Daar ging het over. En dan is dit de trailing 12 maanden, de laatste 12 maanden. We gaan juist kijken naar het laatste boekjaar. Daar kwam dat cijfer net ook vandaan. Dan zie je een behoorlijke uitschieter. Ze hebben uh, 5,7 miljard uitbetaald aan dividenden. Uh, normaal komt er in de laatste vijf jaar gemiddeld bijna 4,4 miljard per jaar binnen aan free cashflow. Dus dan is het wel zo dat dit niet houdbaar is. Hoe zit het in die andere jaren? 1,4, 1... 4, 1 0,7 in principe, 3,9. Dus het lijkt erop alsof ze juist vanwege dividend, vanwege corona, misschien wel, zo moet ik het zeggen, misschien wat meer winst hebben kunnen maken. Een keer extra dividend hebben uitgekeerd aan hun aandeelhouders. Maar je ziet wel dat het niet iets is dat continu zo is geweest. Ook de laatste 12 maanden zie je het alweer naar 1,4 gaan. Dus ik denk dat het een uitschieter is, maar het is zeker wel een punt om verder te kijken van waardoor was het nou? Was het eenmalig en waarom was het dan eenmalig? Dat je dat wel goed begrijpt. Kijken we vervolgens even naar de grafieken om wat meer ja, visueel eigenlijk een inzicht te krijgen in het bedrijf. Nou, zoals ik al laatst al zei, kijken we naar het laatste jaar. Het is um, eind, nou, begin dit jaar zelfs nog uh, in de 600 dollar gestaan. Toen heeft het ook... 420 dollar ondergestaan zelfs. Nu zien we alweer dat het flink stijgt naar de 470. Kijken we naar het PE-ratio. Zometeen ook interessant als we een eigen waardering gaan maken. Um, ik heb het laatst zo veranderd, de website, dat je meer data terug kunt kijken. Dus we kunnen hier een beetje teruggaan naar de vorige crisis. Zien we inmiddels 60 kwartalen. En dan zie je dat uh, de lage punten toen echt lagen rond de 14, rond de 15 als PE. Inmiddels zitten we dus heel erg hoog. Kijk je in die andere jaren dat het geen crisis was, dan lag het zo rond de 20, 19. Um, dus dat zijn denk ik wel dingen waar je rekening mee kunt houden in je waardering. Hoe gaat het dan met de omzet? Nou, die zien we eigenlijk wel behoorlijk mooi toenemen. En een, ja, eigenlijk een mooie stijgende lijn zien we. Behalve hier rond deze periode rond 2008 tijdens de crisis hebben ze wel wat afnames gezien. Je ziet dat het vierde kwartaal niet zo hoog was als het andere vierde kwartaal. Maar ik denk, ja, het is best wel logisch met een crisis dat mensen, tuurlijk heeft dit bedrijf er last van, maar het biedt denk ik ook zeker wel kansen. Aan de ene kant voor het bedrijf zelf, maar zeker ook als belegger om het dan misschien wel goedkoop op te pakken. Het aandeel op dat soort momenten. De winst zien we eigenlijk ook daar een beetje in dat jaar iets wat lager gaan, maar vervolgens eigenlijk wel een stijgende lijn hebben. Toevallig dat dit kwartaal net aan data mist helaas, maar we kunnen ervan uitgaan dat het een redelijk stabiele lijn is, terwijl de laatste vier kwartalen kunnen ze dus optimaal profiteren en best wel winstgevend zien we wel. Kijken we de marges, ziet er eigenlijk allemaal heel constant uit. Het zijn niet de grootste marges. De uh, bruto marge ligt wel iets boven de 12%, maar de netto marge ligt uiteindelijk zo net boven de 2, 2,5%. Dus gezegd. Niet mega marges, maar de combinatie van marge en veel volume zorgt toch voor een winstgevend bedrijf. Wat denken analisten dan van het aandeel? Nou, het gemiddelde koersdoel dat ze hebben gegeven, uh, 570, 76 dollar. Uh, Zo'n 22% boven de huidige koers. Het hoogste koersdoel 670, het laagste 423. We zien wel dat ze eigenlijk verwachten... Op een paar wat negatievere namen. In ieder geval het gemiddelde zien we wel nog steeds een omzet toename voor de komende twee jaar. Het aantal analisten is 15 en 16. Ook altijd belangrijk dat er wel wat meer analisten zijn die iets uh, vertellen. Uh, hoe schatten ze het in? Nou, je ziet eigenlijk wel telkens dat het lijntje, het grijze lijntje, het echte resultaat redelijk in de buurt komt van wat analisten zeggen. De laatste tijd misschien net iets minder, maar dat is natuurlijk vanwege corona wat lastiger in te schatten. Maar over het algemeen zitten analisten wel in de buurt. Kijken we naar nou wat voor koersdoelen zij afgeven, dan zien we eigenlijk de meest recente van eind vorige maand, of überhaupt eind, ja, eind mei, begin mei, tussen de 600, 560 en begin 600 als uh, koersdoel. Kijken dan vervolgens om zelf een waardering te maken. En dit is mijn waardering, zoals ik het een beetje inschat op de cijfers die ik zie en op wat analisten verwachten: omzetgroei. De laatste jaar was het 17%. Uh, de laatste vijf jaar gemiddeld 10%. Maar uiteindelijk ga ik uit van 6, 9% en 12%. 12% is wat analisten verwachten voor de komende vijf jaar. Moet ik trouwens ook nog even aanpassen hier. Ik wil een vijfjarige analyse maken. Uh, de netto-winstmarge is niet heel hoog. Wel redelijk constant. Net iets boven de 2 tot 2,5. Dus dat heb ik ook ingevuld in verschillende stappen. Free cashflow, ook een beetje dezelfde range. Geplaatste aandelen. Eigenlijk heel constant. Ik denk niet dat ze veel aandelen uitgeven, maar dat het vooral beloningen zijn voor het personeel. Dus dat houden we aan tussen de 0,3 of 0,1 procent per jaar. Het dividend dan nog een keer. Je ziet al wel dat het laatste jaar flink is afgenomen met 75 procent. Heeft dus vooral denk ik te maken met dat het eenmalig was uh, begin vorig jaar waarschijnlijk. Uh, ik ga uiteindelijk uit van een groei van 6, 8 en 10 procent per jaar. Dan hebben we een PE-multiple. We zagen in het overzicht af en toe zat die onderaan de 15 in de geschiedenis. Um, we zagen ook wat in niet-crisistijd eigenlijk wat rond de 20. Dus daarom ga ik uit van uh, 16, 19 en 22 als PE-ratio. Het gewenste rendement van 12% per jaar omdat ik een los aandeel kies. Ik neem daarmee meer risico. Daarom wil ik ook meer rendement per jaar. En een groei na analyseperiode van 3% per jaar... Voor vijf jaar klikken we vervolgens op analyseren en gaan we kijken. Dan zien we dat, um, ja, het ziet er niet goed uit in ieder geval niet tegen de huidige koers. De huidige koers van 470 dollar, daar zit het een beetje bijna bij bij de multiple in het in het ja, scenario eigenlijk. Maar gaan we vooral kijken naar de base case, dan is het tussen de 150 en 370 dollar, afhankelijk van welke um, methode van rekenen je pakt. Maar het zou dus eigenlijk nog bijna moeten halveren. Zou het interessant moeten worden. Maar dat is mijn kijk op dit aandeel. Mijn... ...aannames die ik eigenlijk doe voor de komende vijf jaar. Laat ook vooral weten wat jij denkt van het aandeel van mijn waardering... ...en wat jij als eigen waardering zou doen... ...en laat dat weten via de reacties onder de video. En wil je nou nog beginnen met beleggen... ...ben je nog op zoek naar een broker... ...kijk dan bijvoorbeeld naar Bucks of naar de Giro. Beide brokers hebben nu ook een actie voor nieuwe klanten. Dus maak gebruik van mijn affiliate links onder de video. Daardoor krijg ik een kleine vergoeding... ...maar daardoor kun jij wel gebruik maken van de acties die ze op dit moment hebben... En kijken we dan naar het volgende aandeel, wat ik in de vorige video ook al behandeld heb, en dat is Amazon. Uh, gaan we kijken naar Amazon. De beurswaarde is inmiddels een flink stuk gedaald. Nu nog 1,2, uh, ja, 1200 miljard, triljoen, triljard, hoe je het zegt. Um, in ieder geval kijken we naar het koersverloop. Dan was dat hoogste punt de laatste, laatste jaar, de laatste 52 weken bijna 3800 dollar. Laagste punt, niet zo heel lang geleden. Iets boven de 2000 dollar, dus het aandeel is al bijna gehalveerd in het afgelopen jaar. Een PE-ratio, altijd nog van 55. En een return on equity van zo'n 17%. Laten we ook hier eerst beginnen met de checklist. Dan zien we ook behoorlijk wat rode dingen. Een PE-ratio, wat we net al zagen, 55, veel hoger dan de 21 die ik zou willen zien. Price to free cash flow is negatief. De cash flow is dus negatief. Ze betalen geen dividend uit, dus het is echt nog een groeibedrijf, nog steeds. Ook al is Amazon. Al zo'n bijna 25 jaar beurs genoteerd. Het is nog steeds wel een groeibedrijf. Um, de wijzigingen aandelen zo'n 3% erbij. Ja, Het heeft denk ik ook, ook te maken dat het nog steeds een groeibedrijf is. Maar ook zeker bonus hebben hier denk ik zeker wel mee te maken. De laatste vijf jaar 161% groei van de omzet. De winst is vertienvoudigd, zien we hier. Dus uh, dat is zeker goed. Zeker met dit percentage dat de winst veel harder toeneemt, is heel erg goed. Free cashflow groei, die is negatief. Gaan we straks even naar kijken hoe dat komt. Een netto winst van zo'n 4,5%, niet de 10% die we zouden willen zien. Het is nog een bedrijf dat eigenlijk niet zozeer nu veel winst maakt, maar vooral heel veel winst richting de toekomst schuift. Nu zoveel mogelijk voordeel geeft aan klanten. Klanten probeert binnen te halen. Laat kennis maken met Amazon. Um, vooral. Ja, het gevoel geeft dat ze eigenlijk altijd overal terecht kunnen op Amazon. Dus uiteindelijk zal klantgewenst klant gewenst zijn geraakt om via Amazon te bestellen. En in de toekomst zullen we misschien wel prijzen verhogen. En dan komt de winstgevendheid in ieder geval hard op gang. Is in ieder geval de bedoeling, is denk ik ook het idee. Schuldratio, dat valt mee. Nog geen 0,7. Uh, we zien hier zelfs een negatieve, maar dat heeft te maken met een negatieve free cashflow. Zal ik trouwens even aanpassen dat negatieve getallen even rood worden. Ze kunnen makkelijk de, de rente betalen en een return on invested capital niet boven, de 7, niet boven de 10%, maar die komt uit op 7%. Geen dividend, dus dat zien we hier niet terug. Laten we dan heel even gaan kijken naar hoe het zit met die free cash flow. Aangezien dat negatief uitkomt, gaan we daarvoor naar de cijfers. Gaan we daarvoor naar de cash flow statement en gaan we naar beneden scrollen. Dan zien we, als we hem trouwens even op jaarcijfers zetten dat het hier in één keer negatief was en ook de laatste twaalf maanden is negatief dus we hebben hier te maken met uitgaven die groter zijn geweest dan voorheen kapitaaluitgaven zijn bijvoorbeeld een stuk groter dat zie je in de meeste jaren was het 12 miljard 13 miljard 16 miljard toen in één keer 40 60 en de laatste twaalf maanden zelfs 64 miljard dus er wordt volop geïnvesteerd misschien in bedrijven uh, in panden bijvoorbeeld, in personeel, andere dingen. Uh, er wordt in ieder geval heel veel geld uitgegeven op dit moment. Kijken we dan naar de grafieken, dan zien we ten eerste de aandelenkoers. Zoals gezegd, uh, het hoogtepunt, die lag bijna op 3800 dollar. Maar we zijn ook alweer flink gedaald naar richting de 2000 dollar. Op dit moment zitten we daar iets boven, wel iets boven de 2400 dollar zelfs. Kijken we naar een PI-ratio, lijkt heel vlak te liggen. Maar dat komt door. Uitschieters, toen het nog niet zo winstgevend was natuurlijk. 700, maar als je de laatste tijd gaat kijken... ligt het zo langzaamaan rond de 100, weer iets eraf. Iets erbij is een beetje dus afhankelijk van de winstgevendheid. Nu komen we negatief uit. En dat is misschien ook wel even belangrijk om te gaan kijken zo meteen. Hoe het zit met die winst? Hoe komt dat eigenlijk? Eerst even gekeken naar de omzet. De grijze kolommetjes zijn dat. Nou, daar zien we wel een hele mooie, sterk stijgende trend. En hier rond deze tijd begon corona... Uh, daar hebben ze van geprofiteerd, maar van tevoren zagen we al dat het een ja, exponentiële groei aan zat te komen. Dus uh, daar zit het wel goed mee. Dat die, denk ik, ook zeker wel kansen zal het nu wat af te vlakken. Het is dus de vraag: van, gaan ze hierna de hand flinke stappen maken of blijven we een beetje deze langzame groei? Uh, houden. Dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn... Dat, het, dat de koers natuurlijk in één keer gehalveerd is in de laatste maanden. Kijken we naar de winst. Ja, die zien we wel vanaf 2017 in één keer hard toenemen. Een groot gedeelte van de winst komt nog steeds uit Amazon Web Services. De pakketjes, uh, de hele webshop eigenlijk, dat levert geen geld op. Dat kost nog geld. Alle winst die ze hebben, die komt eigenlijk uit Web Services. Op een paar dingen na, de laatste twee kwartalen... hier zien we een hele positieve uitschieter... Dat was omdat ze ongerealiseerde winst hadden op het aandeel van Rivian. Daar heeft Amazon in geïnvesteerd in dat aandeel. Dat is naar de beurs gegaan. Was op dat moment heel veel waard als een ja, ongerealiseerde winst. Die kwam daarom uit op 14 miljard. Dat werd er tegelijkertijd in het afgelopen kwartaal juist tegen hun. De beurskoers van Rivian is hard onderuit gegaan. Heeft boven de 100 gestaan. Is volgens mij nu... 20 dollar of zo. Dus ze hebben daar tegelijkertijd nu dus een ongerealiseerd verlies. Dat nemen ze daarop. En eigenlijk was het volgens mij een winst van 4 miljard. En nu daardoor juist door Rivian zien we eigenlijk een verlies, juist een verlies van 4 miljard. Dus um, hou daar wel rekening mee dat juist die positie in Rivian... een heel vertekend beeld kan geven van de winstgevendheid van het aandeel. Dat verklaart ook um, misschien wel de free cash flow. Of eigenlijk vooral in ieder geval de PI-ratio's /E die nu alle kanten opgaan. Hoe zit het met de winstgevendheid, met de marges die ze maken? Ja die zien we wel. Een langzame stijgende trend was het toen tijdens corona ook wel wat dipjes. En nu vooral de laatste tijd een flinke dip. Um, kan ook weer te maken hebben met die vertekende cijfers die we straks zagen. Kan ook gewoon te maken hebben met dat ze meer kosten moeten maken op dit moment om goederen bezorgd te krijgen, veel personeel aangenomen. Dus dan gaan automatisch je marges al naar beneden. Wat denken analisten dan van het aandeel? Nou, het gemiddelde aandelenkoers komt uit op 3820 dollar, 57% boven de huidige koers. De meest positieve analist ziet bijna zelfs een verdubbeling, maar zelfs de meest negatieve analist met het laagste koersdoel nog altijd zo'n 17% boven de huidige koers. Er zijn voor dit jaar 16 analisten, voor volgend jaar 14 analisten. En het gemiddelde van die analisten zien we ook een omzetgroei. Dan 538 miljard en uiteindelijk bijna 600 miljard. Gaan we naar beneden. Hier zien we eigenlijk ook een flinke verspringing tussen wat analisten hadden verwacht. En wat het uiteindelijk is geworden. Mede dus door het aandeel Rivian dat ze hebben. En kijken we naar de aandelen of de koersdoelen van eind vorige maand. Dan zien we zo'n beetje 2800. Wat heel negatief is, misschien wel. En de rest, zo'n 32 tot 3700, is eigenlijk best wel een verdeeld beeld. Er zijn behoorlijke koersverschillen tussen nog geen 3000 dollar of zelfs iets meer dan 4000 dollar voor een aandeel. Maar kijk ook hier weer naar mijn waardering, mijn verwachtingen en wat daar dan voor ja, aandelen, koers uitkomt die ik eventueel zou willen betalen. Nou, beginnen we beginnen weer bij de omzetgroei. De laatste jaren zien we eigenlijk tussen de. 20 en 28 procent per jaar aan groei. Ligt eraan welke periode je kijkt. Analisten verwachten zelfs voor de komende 5 jaar 40 procent groei per jaar. Dat vind ik wel heel erg, ja, heel erg positief, laat ik het zo zeggen. Dus laat ik daarom het in de bull case uitgaan van 35 procent omzetgroei per jaar. Voor de komende 5 jaar is het in de bearcase zo'n 15 procent. Het is toch wel een behoorlijk groot bedrijf, dus het wordt steeds lastiger om hard te groeien. Kijken naar de netto winstmarge. Daar ben ik uitgegaan van 4, 6 en 8 procent. Ik denk dat ze nu veel ontwikkeld hebben. Uh, Amazon Web Services heel winstgevend al is. Zorgt voor een grote winst. Maar waarschijnlijk in de toekomst zal ook de webshop zelf winstgevend gaan worden. Daarom dat ik uitga van 4, 6 en 8. Free cashflow sla ik even het laatste jaar over, een vertekend beeld geeft dat. Dus daarom ga ik uit van die 4% die we eerder zagen, 4, 5, een beetje in een positief geval, als ze echt nog 5 jaar met 35% groeien, van 6%. Kijken naar geplaatste aandelen, dan zien we in een jaar tijd dat het af en toe 1% erbij komt. Waarschijnlijk dus door wat bonussen bijvoorbeeld, dus laten we in de bear case uitgaan van 1%, in de base case van een half procent en in de bull case... 0% wordt niets veranderd aan het aantal aandelen. Dividend is er niet, ga ik ook niet vanuit in de toekomst, dat er voorlopig geen groei is. Dan de PE multiple en dat zal natuurlijk heel belangrijk zijn voor ja, waar de koers uiteindelijk op uitkomt. Ik ga uit van 18 en dit moet zijn 21 24. En dat heeft er vooral mee te maken ze gaan nog hard groeien, maar na de rand wordt het steeds lastiger om te groeien en je betaalt eigenlijk een X keer de winst vanwege de toekomstige groei. En vandaar dat ik daarom iets lager ga zitten en ook stukken lager ga zitten dan de huidige uh, PI-ratio's /E die we zien. Gewenste rendement nog steeds 12% en de groei na de analyseperiode ook gewoon standaard op 3%. Voor de komende vijf jaar klikken we op analyseer. Dan zien we dat in de bull case zou het eventueel nog wel kunnen, maar dan wel keer 24 keer de winst. En de komende vijf jaar nog met 35% per jaar groeien. Dan zou het interessant zijn, kijken we naar de base case. Iets onder de 2000 dollar of op basis van de discounted cashflow, zo'n 1250 dollar. Dus dan moet er nog steeds een behoorlijk stuk van het aandeel van de koers vanaf. En zo snap je dus misschien waarom ik zeg dat ik het type aandeel, het type bedrijf wel heel interessant vind, maar niet tegen de huidige koers. Want dat heeft aan de ene kant met de hoge waardering te maken, aan de andere kant ook met mijn gewenste rendement van 12%. Zou ik dat verlagen naar 8%, dan zitten we al veel sneller bij de koers. Uh, die ik, ja, wanneer die wel interessant is. Maar het ziet er nou uit dat dit soort bedrijven, dat deze aandelen voorlopig nog niet interessant genoeg zijn voor mij. En dat ik dus echt moet wachten. Niet alleen op een correctie. Maar echt op een flinke crash. Maar goed, dit zijn mijn verwachtingen. Mijn aannames voor de toekomst. En hoe ik naar kijk. naar deze aandelen. Het is in ieder geval aandelen die ik interessant vindt om bij te gaan houden, om te gaan onderzoeken, maar nog niet om te gaan kopen op dit moment. Maar laat ook vooral weten hoe jij er tegenaan kijkt en doe dat via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd? Klik dan op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.